Quintje Goré, welkom bij ADO Den Haag. Je hebt een bijzondere week achter de rug. Je hebt bijgetekend bij Swansea. Je bent hier gearriveerd. Hoe kijk je terug op deze dagen? Ja, ik ben blij dat ik finally bij ADO ben. En ik hoop dat ik een goed seizoen ga draaien hier. Hoe zit het nou eigenlijk met jouw taal? Want jouw Engels is heel erg goed, je Nederlands ook. Hoe zit dat precies? Ja, mijn Engels is eigenlijk beter dan mijn Nederlands. Ja, ik denk ook in Engels. Maar ik denk in 3 weken dat ik gewoon fluent Nederlands weer kan. Je was dinsdag al hier. Je wilde eigenlijk gelijk beginnen. Moest nog heel even wachten tot de contracten voor elkaar waren. Sta je nu te popelen voor de eerste training? Ja. Ik kan niet wachten om op het veld weer te spelen. Dus ik hoop dat het goed gaat. Je hebt gisteren al een wedstrijdje gezien bij Scheveningen. Was het moeilijk om dan te moeten kijken? Ja. Ik wou spelen. I wanted to play. Maar ik moest al wachten dus. Maar het was een goede wedstrijd. En wanneer is jouw seizoen geslaagd als je hier over een jaar weer mogelijk weggaat? Wat bedoel je? Als je over een jaar, je bent een jaar geleend. Ja, wanneer ben je tevreden over een jaar? Ja, ik denk, ik heb een jaar hier. Dus ik ga gewoon mijn best doen voor een jaar. En dan see where it goes. Nou, dan gaan we met je meekijken. Dankjewel.